Goeiedag mensen, welkom weer in onze nieuwe video. We gaan dus weer eruit en we gaan dus nu naar het kustgebied. We gaan dus daar niet vissen, maar we gaan iets anders doen. Blijf ons volgen en tot zo weer. Kijk hoe de weg eruit ziet, boy. Dit is de Brantimakkaweg. Bij vloed heb je dan een overstroming waarbij zeewater dan over de straat loopt. Dit was ook recent in het nieuws. De mangrovenbos biedt eigenlijk bescherming tegen de zee. Maar helaas is dat. Helaas heb je dat niet meer. En dit is dus het resultaat ervan. Die mangrovenbossen dit eigenlijk als een barrière tegen de zeegolven. Maar dat heb je dus helaas niet meer. Dit alles zal weggespoeld worden door de zee als de overheid geen stappen onderneemt. We gaan helaas verder, we gaan dus onze trip continueren. We gaan dus vandaag niet vissen, maar we zijn dus op zoek naar iets anders. We zijn op zoek naar de rode krab, meer bekend als srika. En dat gebeurt nu. We gaan dus nu een stuk vlees zetten aan haak, om te kijken of we een paar kunnen vangen voor vandaag. Zo, uno laat me scheppen, hè. Het is een zelfgemaakte schep. Ik heb een uienzak gebruikt. Met draad gebonden aan een stok. Heel snel. Mensen, kijk maar hier. Zo ziet een srika eruit. De rode krab. Zo, ik heb hem bijna. En ik heb hem. Hoe gaat dit? Thank you.
So, we zijn aan het eind gekomen van onze video. En we hopen dus dat jullie hebben genoten. De vangst ziet er zo uit. Het is best wel redelijk. Kijk maar. En dit gaan we dus zo meteen schoonmaken. En dan klaarmaken. Yes? Blijf volgen. Die srikas zijn al schoongemaakt, zoals je hier ziet. En ze gaan dus nu in de hete pan. Die srikas zijn klaargemaakt in curry of curry masala. En nu is het smullen. Yes, tot de volgende keer.